Ook met jullie nu allemaal roepen, nou valt wel mee, maar ik ben niet de jongste meer. En in mijn jeugd, toen ik jullie leeftijd had, toen kenden we het scheldwoord helemaal niet. Niemand werd voor homo uitgescholden. Sterker nog, er werd helemaal niet over homoseksualiteit gesproken. Toen ik een jaar voor mijn eindexamen op het gymnasium verliefd werd op een medescholier, wist ik ook helemaal niet dat ik homoseksueel was. Ik was toevallig verliefd geworden op een jongen. Ik had net zo goed, vond ik, zelf verliefd kunnen worden op een meisje. Maar het was toevallig een jongen en hij was ook verliefd op mij. We vonden elkaar aardig, we deden niemand kwaad. En ik kwam uit een heel liberaal gezin, waar daar ook niet moeilijk over werd gedaan. Maar de paters Augustijnen van het Sint Thomas College in Venlo, waar ik intern op school zat, die vonden dat vreselijk. Die zeiden tegen mij, ze zeiden niet eens homo, nee, je bent homofiel, met PH toen nog. En ik ging opzoeken in de encyclopedie wat dat betekende. Nou, dat was in die tijd een enge ziekte. Dat moest je niet willen zijn. En ik kwam thuis en mijn ouders zeiden, die paters zijn gek dat ze je van school sturen. Een jaar voor het eindexamen. En mijn ouders die waren zo modern omdat bij mij thuis er invloeden waren van 3 verschillende geloven. Katholiek, protestant, maar ook Joods. En dat is het moment waarop ik eigenlijk moet zeggen, we moeten die paters Augustijnen en die school van toen dankbaar zijn. Want vanaf dat moment ben ik gaan knokken. En heb ik zoiets gehad, kom nou toch. Ik moet er toch voor gaan zorgen dat generaties na mij niet een jaar voor het eindexamen van school gestuurd worden, omdat ze verliefd geworden zijn. Dat kan niet waar zijn.